lekker de hele tijd aan je haar zitten. Joh, hij is kakkegaan. Nee, fix je hairs. Sorry, maar lichaamshaar is rond. Lele haar. Belgen zijn kut. Toen is het al tijd om een fucking snit te pakken. I'm gonna get a quick cut. Psych. Jullie dachten dat ik psych jullie weer. Haha. Double psych. Stinkchips. Stel je vindt dag vreselijk en je denkt van shit, ik ga unsubscriben. Binnen 2 weken is het weer hetzelfde als vorige keer. Ik kan ook deze helm elke video aandoen. Dan dat is dat een beetje minder persoonlijk, man. Dan bel je naar je vriendin om te tonen van hey, mijn nieuwe snit. Dan is de enige reactie die je krijgt van oei. Ja. Mooi. Hey, nieuwe video. Even een geschiedenisles voor de 49% mensen uit Nederland die bij video's kijken voordat ik hier aan begin. België kan je opdelen in 2 dingen. Eigenlijk 3, maar fuck dat. Vlaanderen en Wallonië. In het onderste deel spreken ze Frans, of toch een vorm van Frans. En in het bovenste deel spreken we Nederlands. We hebben niks te maken met elkaar. We zijn gewoon 2 andere landen eigenlijk. En omdat we te koppig zijn om elkaar zijn taal te leren. Zij zijn te koppig om onze taal te leren. Ik ga hier oorlog starten, hè. Ik heb geen probleem met Wallons. We hebben ons eigen nieuws. Snap je? Wij hebben ons nieuws. Ik weet niet hoe hun nieuws is. Ik weet zelf niet of ze een nieuws hebben of zo. Ik weet ook niet of er daar televisie is. Stop met die stomme grapjes, man. Dat is eigenlijk echt niet wat zij hebben. Zijn nieuws? Hebben zij TV? Wallon TV. RTBF. Wallon, nous. Nathalie Malheur. Madame, monsieur, bonjour. Ravi de vous accueillir dans ce nouveau studio. Un lundi de rentrée pour les plus jeunes. Retour sur les bancs de l'école pour 500 000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous rejoindrons Anne-Catherine Crouf. Ça va, TV. Wist jij dat de Wallons TV hadden? Kleine pussy Wallons. Bonjour. Ah. Bonjour, les gars. Zeg iets. Ja, wow. Daardoor hebben wij dus niet zoveel nieuws. Stel nu daar iets gebeurt in Nederland. Dat is perfect, dan hebben wij weer iets nieuws om te delen. Het is wel mooi zo, maar nee. Als ze wat ik doe al belangrijk vinden om nieuws over uit te zenden. Als ze te weten komen dat er een vlogger zou zeggen tegen zijn kijkers. Koop nu deze trui. Nathan van der Gunst heet hij, maar hij noemt zich Usher. Daar had hij jonge fans, vaak nog kinderen, opgeroepen om zijn truien te kopen. Daarvoor desnoods de creditcards van hun ouders te stelen. Wat een leuke trui. Iedereen die hem heeft gekocht, hij komt nooit meer in de shop. Dus hij is veel money waard. Elke keer als ik kijk, dan besef ik erna weer waarom dat ik niet kijk. Tegelijkertijd, het is al fucking grappig hoor. Je zou denken, het is professioneel. Acid heeft gerechtelijke problemen. Oh, fucking man. Fuck die kaaschips. Ik vind ze niet lekker, maar helemaal dat je eraan begint. Ik vind ze wel lekker. Maar rare manier. Ik zou een hele video kunnen vullen met alles wat ik hier heb. Dit is het VTM Nieuws. Een goeie avond. We wachten even op het licht. Dat is altijd handiger natuurlijk als u televisie kijkt. Anders lijkt het toch maar een beetje op radio. Maar blijkbaar zijn er problemen met de belichting. Ja, we hebben geen licht. Ja. En tot daar licht is, we wachten even. Ja, we gaan dan toch maar even naar ons eerste onderwerp. Volgende week de nieuwe vraag. Gewoon zonder licht. Eerste onderwerp zonder licht. Hard man. Dat zegt de NVA-voorzitter. Kijk hoe gelukkig hij is daar licht is. Gewoon nog man. Ik heb hier geen zin meer. Ik weet hier zelf niet meer wat. Deze is misschien wel beter. Het is weer VTM nieuws. VTM, what the fuck is op, man? Er zijn meer dan 40 doden en 83 gewonden gevallen. Excuseer, dat moet ik natuurlijk niet lachend voor. Dat was het einde van die keer dat ik in de middag aan het nieuws aan het kijken was. Er zijn meer dan 40 doden en 83 gewonden. Excuseer, dat moet ik natuurlijk niet lachend voor. Shout-out naar Stef Wouters. Met die mensen wil je niet fokken. Ik ben weer aan het eten. Ik had het zelf niet door. What the fuck? Ik wil niet meer. Ik heb genoeg. Als we dan als Flamans naar Wallonië gaan om iets te filmen, wij de VTM nieuws. Karel, intussen druk in discussie met de jongeren. Beetje gespannen sfeer rond jou. Een discussie met de jongeren. Stef, wat zag je, man? Ik krijg een klapje in zijn nek. De platte. Intussen druk in discussie met de jongeren daar. Beetje gespannen sfeer rond jou. Het wordt nogal moeilijk. Stel dat we straks terug kunnen. Dat zullen we misschien doen inderdaad. Het wordt een beetje moeilijk daar. Besef dit shot. Guy in de back is even die snelle Insta-story aan het maken, man. Oh. Alsjeblieft.
Ik ben vandaag een guivel. Jullie gaan voor mij een like, geef jullie een chipito. Gesponsorde campagne. Ah! Ik haat jullie chips. Hoe hij daar staat. En van Peters, ook live vanuit Brussel. Brusselse burgemeester-majeur vandaag naar hen toe zou stappen en een hand zou geven. Een schouderklopje misschien eventjes met hen zou praten gewoon. België, man. Er staan intussen een paar onnozelaars achter, joh. Sorry, maar als ik zo'n camera zie van VTM Nieuws, ze zijn live aan het opnemen. Dat is te makkelijk. Zo achterin gaan staan en gewoon... Was dit de goedkoopste uitvlucht ooit om een chipje te eten waarschijnlijk? Ik heb beslist dat ik toch nog zin heb in chipjes. Ze zijn bijna op. We komen zo meteen terug bij het onderwerp van deze video. Weet jullie waarom dat ik deze chipjes gekocht heb? Ik was gisteren naar de film aan het kijken en ik zag deze scène. Niks beter dan naar deze scène kijken terwijl je Cheetos eet, man. Oh. Luister naar het geluid van die chipjes. Favoriete tekenfilm, man. Toy Story, de beste. Wauw. Besef wel goed de details, man. Zullen je gelijkenis? Ik haat deze chips, waarom? Waarom spel ik nu een deel van mijn video aan deze kutchips? De smaak in je mond erna is gewoon zo vies, dat je gewoon meer chipjes moet eten. En daar zijn we weer. Stef Wouters. 14 doden. 83 gewoon. Het andere nieuws in België is VRT. Een hele heisa rond mijn trui was VTM. Zo'n beetje pro wat ik had gedaan. Zij vonden het niet zo erg. VRT had de meneer die mij had aangeklaagd geïnterviewd. En heeft ook Piet beloofd dat filmpje dus zo van de... Pierre Nkurunziza heeft de eed afgelegd als president van een land in Afrika. Dat klinkt als de intro's van mijn video's, man. Ik heb last van de ziekte. Ik ben koning geworden van een land in Afrika. Dit is nieuws, man. Dit is wat we doen in België. President van een land in Afrika. Het staat achter hem. Het staat achter hem, Burundi. Een land in Afrika, man. Kijk, het al zo mensen die nieuws presenteren of die de radio presenteren een versprek. Daarna is het zo nodig om te doen alsof dat ze hoesten. Je hoort zo dat die hoest zo fake is als iets. Of je is gewoon een rijden om zich te verspreken. Je kan het niet drie keer doen. Je kan niet drie keer achter elkaar doen alsof dat je moest hoesten. Partij, Haro. Excuseer. Dit is nog niet gedaan. Ik begin opnieuw. Honderden studenten zijn in Londen het torengebouw binnengedrongen. Nee hoor. Excuseer. Belgisch nieuws. We on it. Belgisch YouTube. I'm on it. Doe ik nog steeds voor YouTube. Want ik kan dit niet meer alleen. Hello. Wil jij gepest worden op school? Belachelijk gemaakt worden door je familie? YouTube is de plek. Kijk, wil je veel geld verdienen? Blijf dan doen wat je aan het doen bent. Hoe de fuck ga ik dit een beetje promoten, man? Maak filmpjes. Bedankt om te luisteren. Zet eens dit live uit. Shit, zeg. Verzopen, denk ik. Werkt de muis nog? Weet je wat grappig is? Deze mensen werken altijd op televisie. Dus nog de eerste keer als ze echt op tv komen. Ze denken van yes. Deze guy is ook al aangesteld als tafelopruimer. Ja. Gewoon de eerste keer dat hij nu op beeld komt. Hij kon niet gewoon zijn taak doen. Snap je? Hij moest al iets zeggen. Even zijn fam trots maken dat hij echt op tv is. Werkt de muis nog? Werkt mijn muis nog? De vraag die werkt je muis nog? Die hun voor zijn pussy, you know. Er is legit een 6 minuten lange slappe lach op de radio. Omdat er een guy klots als ze achter. Uit Antwerpen, Wouter Klot. Hallo. Hallo. Vanaf hier is 6 minuten lang. Kunnen we mijn naam aan het lachen? 6 minuten. Ik ben benieuwd hoe dat je dat gaat goed maken eigenlijk. Stel je voor, je baan aan de radio. Je wordt al 6 minuten lang uitgelachen met je naam. Ze heeft geen woord kunnen zeggen. Ze heeft al 6 minuten lang. Het is eigenlijk wel grappig. Wouter Klot. Hij is gewoon live gepest op M&M. En dan zag hij in die radio-uitzending 3 keer. Maar het is nu al laat. Zoveel mensen gaan dat niet gehoord hebben, maar toch. Video 412.000 views. Legends say dat hij tot op de dag van vandaag aan deze video is al een jaar oud. Hij nog altijd uitgelachen wordt door zijn naam. Door een ene telefoontje naar M&M om 1:30 slags. Je zou veel minder naar de radio bellen, hè? Kan toch helemaal niet, joh. Uploaden ze op YouTube omdat ze viral willen gaan. Oh, sorry hoor, Wouter. Dat is niet met u dat ik lach, hoor.
Nee. Dat gevoel heb ik ook helemaal niet. Wij kijken nu naar belt. Hoe raar is het als je naar de radio aan het kijken, want je hebt geen belt. Je hoort gewoon dit. Je bent zo aan het studeren, je bent naar de radio aan het luisteren. We zijn hier nu al 3 minuten aan het lachen, dus die is niet goed, hè. Dat wel... Het is eigenlijk wel grappig. Ik heb wel langere slappe lachen gehad. Video afsluiten met een korte anekdote vind ik een goed idee. Vorig jaar toen ik op skireis was met mijn vrienden, we hadden zo al in wat de dag gekozen, omdat dat dus echt hield dat wij heel de week gratis mochten drinken. Zoveel of dat we wouden. De eerste avond, wij komen daar toen in dat hotel en wij hadden al door van fuck, er zijn hier allemaal volwassen mensen. We waren de enige kinderen daar. Alle anderen waren zo gewoon volwassen mannen, volwassen vrouwen, volwassen families. Dus die eerste avond, het gaat al helemaal fout. Wij drinken daar fucking veel Cuba Libres, omdat ze toch gratis waren. We hadden toch al betaald. Dachten van we moeten wat we betaald hebben terug. Dus wij komen om 7 uur toe in het restaurant. Zit daar vol met mensen. Wij gaan daar aan de tafel zitten en ja, kijk, er is niet zoveel gegeten. Want vooral de slappe lach. Een uur of zo. We hebben niet eens iets gezegd tegen elkaar. Gewoon. Dat was fucking grappig. Want iedereen die voorbij kwam, dat had ook door dat wij echt lam waren. Wij daar gewoon aan het lachen en alles wat we proberen te drinken kwam weer langs onze neus eruit. De hele tafel lag vol met eten. Hij dronken mensen al eens zien eten dan gaan. De guy van het hotel kwam dan ook vragen van ja, willen jullie alsjeblieft zo ergens anders. Als je ooit op vakantie gaat met je vrienden gaan skiën of zo, neem me al in hotel. Dan kan je echt tappen voor je. Bedankt om te kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Morgen een nieuwe video. Do you want to know what $182 billion looks like? Als je deze net toch wel cool bent, ondanks alles wat ik heb gedaan, mag ook kopen voor mij. Ik kom mij niet per se, maar probeer het voor jullie. Oh, ik ben ziek uit van Oekraïne, man. Ik ben ziek, ik heb last van.